Kijkers, welkom bij het derde deel van In Gesprek Met. Daarnet zag u Sifra Goudland in gesprek met mevrouw Christine van Russel. En mevrouw van Russel is bekend van het Kotte Museum. Het Kotte Museum viert haar jaardag en we zijn blij dat dit museum er is. Zodat we terug kunnen gaan in de geschiedenis en deze zaken allemaal goed bewaard zijn gebleven. Nou, maar ik heb ook een hele interessante gast vandaag in de studio. En namelijk Gracielle Sluisdom. En ik weet niet of ik het goed heb uitgesproken. Ja, helemaal. Gracielle, want als ik naar de schrijfwijze kijk, ik ken Gracielle met IE zo, maar die van jou is anders. Ja. Apart. Nee, maar ik weet niet wat mijn moeder met die Franse namen had, want mijn broertje die heet ook Guillaume, weet je wel. Dus, maar ja, mijn naam is eigenlijk Gracielle, maar omdat ik in Suriname woon, dan zeg ik gewoon Gracielle. Want anders moet je zeggen Miss Gracielle. Juist, nee, dat is te veel, weet je. Ja, dus, die Franse zijn echt, je weet. Dus gewoon Gracielle. Ja. Wie is Gracielle? Gracielle is een bezige bij. Mensen kunnen dat ook beamen, dat ik bijna overal te zien ben. Uh-huh. Ik doe dus de public relations, ik ben bekend geweest als model vroeger. Ik ben onderneemster van een uitzendbureau, modellenwerk, weet je, dus al dat soort dingetjes. En tegenwoordig ook in de politiek. Oh, in de politiek? Yes. Jammer dat we daarover niet kunnen praten nu, nee. Maar er komt een andere keer. Er komt een andere keer, zeker. Weet, op weg naar de verkiezingen gaan we zeker praten over dat beloof politiek. Ik, dat beloof dus ik. Je hebt verschillende petten? Ja, verschillende petten. En zo sta je allemaal. Dankjewel. Maar dus helemaal geen modellenwerk meer? Ik vind dat ik al een beetje outgrown ben, weet je, voor het modellenwerk nog. Mm-hmm. Tenzij ze zouden zeggen dat ze goed betalen, dan zal ik... Dan ben je er. Ja, dan kan ik wel weer in mezelf gaan investeren, want dan moet je echt op je figuur letten, je, you know, nou, moet je slanker zijn. Ik durf niet naast je te staan. Nee, geen probleem. Echt niet hoor. Ik zit echt in, met een yo-yo figuur. Ja. Dan slank, dan weer dik. Ja, oké. Okay. Maar jij zegt je bent public relations, dus mensen kunnen je inhuren. Juist, ik ben freelance public relations. Mm-hmm. Zodra het bedrijf me precies aangeeft van hey, dit zijn wij, daar staan we voor en ben ik er sowieso klaar voor om het te doen. En in dit geval ben ik ook voor BCM Group, ben ik de Public Relations. Oh, en dan ga je direct op het onderwerp, hè? Natuurlijk. Zolang ze je goed betalen, toch? Ja, sowieso. Ja, want je bent een professional. Ja, klopt. Goed, ik vind voor professionals moet je betalen. Ja. Toch? Want je hebt in jezelf geïnvesteerd. Precies, ja. Goed, dus je bent hier namens BCM Entertainment. Entertainment. Mm-hmm. BCM, wat is dat? Dus BCM Entertainment is een gedeelte van BCM Group. Mm-hmm. En dat zijn de initialen van Brian Munslag. Oké. Okay. Brian Clyde Munslag, sorry, I had to say it. De mensen willen het weten. Nu weten we hoe hij heet. Ja, en hij heeft het eigenlijk, het is eigenlijk, zeggen ze, aan de eettafel begonnen, samen met Therese Ralim. Oké. Okay. En hij is dus de overall manager, de general manager. En Therese Ralim die doet het logistieke. Mooi. Van, andere dingen die ze samen organiseren. Ze hebben trouwens al succesvolle dingen georganiseerd, zoals Glory for Chris Nitty, History 1 en 2, Sujawa. Dus dat soort dingen organiseren ze. En nu gaan we genieten van een evergreen concert. Ja, helemaal. Ben je niet een beetje te jong? Dus die vraag vind ik wel grappig. Maar het klopt, ik ben 33. Mm-hmm. Maar ik weet zeker dat heel veel Surinaamse leeftijdgenoten van mij tot irritant toe, mm-hmm. weet je, dat ze elke zondag wakker werden met die... Je bent opgegroeid met die liederen. Ja, dus je moet die liederen kennen. Je moet een paar van die liederen kennen. En ik hoorde dat altijd op de radio als ik wakker werd. Dus automatisch vond ik die dingen leuk, maar ik word ook nog wel bij mijn vriendinnen altijd genoemd de oma van de groep. Okay. Dus ik ben ik voel me toch aangetrokken tot die muziek. Een klein beetje evergreen. Mm-hmm. Oké. Okay. Mm-hmm. En welke van die platen vind je? Eén, noem één. Ja, laat me zien. Wacht even, Lisa, moeten we niet zetten. Wacht, hoe je dat bijvoorbeeld, wie gaat zingen? Ja, als we kijken bijvoorbeeld naar de artiesten. Nee, welke liederen? Ik ken die titels niet zo goed, maar als ik ze hoor, geloof me, ik kan meezingen. Okay. Ja. We pakken het weer op. We pakken het weer op. Mm. Zo, maar is ze er middenin gegaan? Oké. Dus het Evergreen Concert is niet speciaal voor oude mensen, toch? Nee, het Evergreen Concert is eigenlijk voor iedereen. Mm. Ik bedoel, van stel voor, het is een feestmaand ook nog. Stel voor dat je zegt van, oké, ik heb tantes, ik heb mijn moeder, mijn vader.
Ik ga gewoon een VIP-tafel nemen en we gaan gezellig daar. Weet je, daar heb je een cadeautje vroeg gegeven. Oh, oké. Okay. Dus dat is ook, het is leuk om erbij te zijn. Eigenlijk een soort van family thing van te maken. Mm-hmm. Brengt leuke tijden terug, oma, opa meenemen. Ja. En ik zeg, jong en oud kennen die liederen. Ja, ik bedoel, die liederen zijn evergreen. Het zegt het al, de naam zegt het al. Het is timeless music. Yeah. Weet je, die mensen zijn nou overleden en er wordt toch nog muziek van ze gedraaid. En dat wil zeggen, die muziek is gewoon timeless. Mm-hmm. Ik ga niet nog steeds ervan, hoor. Ja, toch? En het gaat gebeuren dus op zaterdag 7 december. En ik zie een line-up hier van artiesten. Ik zie Oscar Harris. Ja, klopt. Mm-hmm. Oscar Harris, Alphonse Wielingen, Erwin Boutersen en Sanide Kruden. Die zijn dus artiesten die uit Nederland komen. Mm-hmm. En die doen het speciaal voor ons Surinamers. Van, hey, we hebben Surinaamse roots, dus we komen terug. En de reden waarom Brian ook dit bedacht heeft, is meer omdat hij zoiets had van, oké, wanneer krijg je deze mensen allemaal weer op een podium samen? Ja. Weet je, en ze hebben ook een bepaalde leeftijd bereikt. Mm-hmm. Dus dan geven we dit als cadeau aan Suriname. Ja, want een paar van de evergreeners zijn ons al voorgegaan. Juist. Ja, dus, ik denk alleen aan de legend Max Neyman. Klopt. Ja. Er is ook een tribute to Max Neyman die avond trouwens. Oh, zo. Ja. Oh my god, daarvan ga ik genieten. Ja, en onze niet-evergreener van Suriname, mm-hmm. de Alston Cadogan, die is de jongste. 40 plus. Ja. En hij doet dus een tribute to Max Neyman. Helemaal mooi. Ja. Nou. Oké, en dan heb je een blend van de artiesten die in Nederland wonen, mm-hmm. maar Surinaamse roots hebben. En Surinaamse artiesten. Juist, ja. Mm-hmm. En die zijn ook, een aantal namen ga ik opnoemen. Mm-hmm. Rick Hilversum, Maria Recentica, die is heel bekend onder de Javaanse gemeenschap vooral. Mm-hmm. En Hiljante Redan, die zingt speciaal ook voor ons die avond. Mm-hmm. En er zijn zoveel attracties die avond. Want ik zie Theo Bijlhout. Ja, die is Langewa Anuji. Juist. Die is er sowieso ook bij. Ik bedoel, zulke stemmen houden niet achter. Ja, en degene die Migado, hij houdt zodanig van het zingen. Jules Vullington. Ja. En hij is een showman. Juist, en die heb ik ook meegemaakt op feestjes van mijn oma. Oké, dus ik kwam dan binnen met zijn prachtige stem en dan een verjaardagsliedje zingen. Mm-hmm. En dat vond ik altijd geweldig. Ja. Dus vandaar dat ik ook een evergreener ben. Oké. Dus wie denkt dat Gracielle geen evergreener? Je hebt je vergist, hoor. Klopt. Die liedjes. Man. Want ik heb gemerkt dat wanneer de platen bijvoorbeeld afgedraaid worden op de radio, de jongeren meezingen. En sommigen hebben ook covers, hè? Klopt. Van ze, die komen terug. Ja. Dus. Ja. Follow me, follow me. It's a beautiful day. Trust in me, fantasy. Nou, en de presentator natuurlijk. Ja, ik bedoel, we konden niemand anders vragen dan de legend zelf. Henk van Vliet. We weten allemaal hoe het begonnen is. Hij heeft sowieso een band met deze artiesten, met deze songs. Ja. Hij heeft eigenlijk de meeste van die artiesten ook gemaakt, als ik het zo mag zeggen. Ja, want bij zijn radioprogramma, op Radio Apinti, heeft hij dus in zijn programma's deze liederen afgedraaid. Mm-hmm. En hij was sowieso altijd bij de tijd ook, behalve dat hij old music draaide, was hij altijd bij de tijd. Precies. En die artiest die op dat moment hot was, mm-hmm. of nieuw was, mm-hmm. dan bracht hij zijn muziek in de eten. Dus hij is de bekende meneer van die nummer 1. Nummer 1! Dus we moeten hem erbij hebben. Ja. Omdat hij, de artiesten denk ik ook, die vinden het ook fijn. Maar hey, we kennen hem, weet je. Hij weet heel veel te vertellen, ook over de artiesten. Helemaal echt hoor. Dus hij kan van iedereen een kleine geschiedenis geven. Ja, en hij is 71, dus om te ons niet vergissen. Hij lijkt op 61. Echt, hij ziet er jonger uit dan hij is. Absoluut. Dus absoluut. Sorry, ik moest het even zeggen. Maar zo'n evergreen concert, zeggen we toch... Het gezin of toch? Nee, is echt cadeau voor mama en papa.
Ik zeg iedereen. Iedereen. Iedereen, mm-hmm. Ja. We hebben het al over gehad. Die muziek is, zodra je aanspreekt, dan ben je gewoon daar. Ja. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Maar ik vind het leuk dat als ik zou zeggen van, hé, ik ga met mijn tantes, mijn ooms en zo. Want ik heb zelfs een oom ook, mm-hmm. DJ Royce C. Die is ook al de oldies. Ik bedoel, mm-hmm. We hebben nog platen, weet je wel, van mijn oma die het voor hem had bewaard. Ja. Ja. En hij is in Nederland DJ. En mm-hmm. Ik bedoel, van al deze dingen kan hij me precies zeggen, oké, en dit en dit en dit. Precies. Weet je. Dus maar, het is een echte familieavond, vind ik. Maar kan Gracielle ook zingen? Mika de... Moeten we niet doen, hè? Nee. We houden het gewoon maar zo bij praten. In gesprek met, ik ga praten over Evergreen concert, krijg ik hier een zanger of een zangeres? Oh nee. Nee. Ik blijf bij promotie. Je blijft bij promotie. Nou, dan mag je... We doen het eigenlijk niet, maar omdat jij het bent, mag je even nog de kijkers even, weet je, een beetje gaan ophypen. Oké, 7 december, kijkers, zien we u allemaal daar. De kaartjes zijn maar 100 SRD. We hebben al een paar boekjes verkocht, dus wees er gauw bij. Wil je bij de VIP horen, dan bel je gewoon voor een reservering of je appt voor een reservering. En we beginnen echt met de inloop om 7:00. Geen Surinaamse tijd, geen Nederlandse tijd. Want 8:00 gaan we van start met alles. En er is een verrassing. Dus wees u op tijd. Dus ik mag niet vragen? Niet eens een tipje? Nee, we houden Maar het is wel echt bijzonder. Het bijzonder. Het is echt bijzonder. Niet een tipje? Anders gaan ze niet komen, toch? Zo, als je ze vertelt, u kunt. Dus er is een speciale gast sowieso. Oh, oké. Okay. En er wordt ook iets speciaals gedaan. Ah. Ja, er wordt iets speciaals gedaan. Ze houdt u in de spanning, mij ook. Nou, in elk geval, we gaan voor dat speciale. Ja. Graciela, heel leuk. En ik ben blij, als ik dus een activiteit heb, kan ik jou inhuren. Oh, natuurlijk. Want ik vind natuurlijk. Dat je het goed doet. Dank je wel. Nou, in elk geval heel veel succes. Mm-hmm. Het Evergreen concert op zaterdag 7 december in de... Anthony Nessie Sport Hall. We zijn er met z'n allen. Yes. Heel veel succes. Thank you. Kijkers, dat was het dan. Gracielle Sluisdom, met wie ik heb gesproken over het Evergreen concert. Dat op zaterdag 7 december gehouden zal worden. Maar we hebben ook een beetje kennis gemaakt met Gracielle zelf. En ze heeft heel veel petten. Maar ik moet zeggen, al die petten staan er goed. Dus we wensen er heel veel succes in haar carrière. We zijn er met z'n allen in de Anthony Nesty Sporthal op 7 december. 30 november gaan we naar Quatta en omgeving, want daar gaan we dus informatie halen over onze gezondheid. En in het tweede deel heeft u natuurlijk Sifra in gesprek gezien met mevrouw Van Russel over het Cotto Museum. Nou, heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond om 7:45 op kanaal 12.2. U kijkt dan ook. Volgende week woensdag zijn we er weer met een andere aflevering van In Gesprek Met. Tot dan. Goeiedag.